De biografie van Remco Campert, van Mirjam van Hengel. Eigenlijk interesseerde die biografie mij helemaal niet, want ik heb, moet ik heel eerlijk bekennen, nog nooit iets van Remco Campert gelezen. Ja, schandalig natuurlijk, maar het is zo. En ik denk dat Remco Campert ook nog nooit iets van mij heeft gelezen. Dus we staan wat dat betreft toch weer kiet. En dan is het toch weer niet zo heel erg. Maar ik raakte geïnteresseerd in de biografie om twee redenen. Ten eerste heeft deze mevrouw van Hengel, die heeft jarenlang op vrijdagmiddag met Remco Campert gesproken. Levert dat nou een mooie biografie op, was mijn eerste vraag. Krijg je dan een ander soort biografie dan onder normale omstandigheden dat iemand al dood is en dan wordt er een biografie geschreven. En de tweede reden om dit boek te lezen was, Remco Campert is op de middelbare school bevriend geraakt met Rudy Kousbroek. En dat was een hele innige vriendschap, dat heb ik ook vaak van Rudy zelf gehoord. En ik dacht, die komt zijdelings vast en zeker ook nog van alles over Rudy Kousbroek te weten. Want de biografie van Rudy Kousbroek zie ik zo 1, 2, 3 nog niet verschijnen. Omdat de weduwe van Kousbroek daar nou niet zo van gecharmeerd is dat er een biografie over Rudy geschreven wordt. Ja, je komt inderdaad van alles over Rudy Kousbroek te weten. Onder andere dat hij op school de bijnaam had IWA. En dat IWA staat voor Ik Weet Alles. Dat werd dan over Rudy door de klasgenootjes gezegd. En daar was Rudy zelf niet zo erg blij mee. Het is een, als biografie is het een interessant experiment. Krijg je nou een mooie biografie als je dus elke vrijdag, jarenlang, met de gebiografeerde spreekt? Ja, dan krijg je inderdaad een mooie biografie. Met dien verstande dat de jeugd van Campert, naar mijn idee, iets te lievig wordt belicht. Het is te vriendelijk allemaal. Je krijgt een beeld van een heel schuchter, verlegen, lief jongetje die nooit een vlieg kwaad heeft gedaan, nooit onaardig was, nooit onvriendelijk. Daar zit dus een element van hagiografie in en dat vond ik een beetje storend. Maar naarmate het boek vordert, wordt het steeds beter. En als Campert eenmaal een schrijver is, dan vind ik het dat het eigenlijk voortreffelijk gedaan is. Er zit één beetje akelig aspect aan, dat is dat het nogal hier en daar laboreert aan mooi schrijverij. Mirjam van Hengel wil het allemaal heel erg mooi zeggen en dat wringt soms wel eens. Maar van Campert krijg je, als die wat ouder is, een heel goed beeld. Zijn dochters, die komen aan het woord. Nou, die zeggen niet veel aardigs over hun vader, dus dat hagiografische element verdwijnt er helemaal in. En wat voor mens het was en hoe hij was als schrijver en wat voor persoonlijkheid het is. Ja, dat wordt allemaal prachtig uit de doeken gedaan. Dus hoe meer je erin verder leest, hoe prachtiger het boek wordt. En het is toch een zeer aanbevelenswaardige biografie.